Mijn naam is Eline Kerkhoff. Ik ben werkzaam bij Certificeringsadvies Nederland en mijn functie is informatiemanagement manager. Wij zijn in het verleden met twee bedrijven samengegaan en ja, dan heb je in het begin nog twee verschillende systemen en toen zijn we echt op zoek gegaan naar een systeem waar we al onze bedrijfsprocessen in konden borgen en toen zijn we eigenlijk bij AFOS uitgekomen. AFOS heeft ons dagelijkse werkroutine veranderd dat veel collega's er echt dagelijks mee bezig zijn. Bijvoorbeeld ons sales traject is vanaf belletje 1 of via de website wordt meteen geregistreerd in AFAS. En dan het proces gaat dan ook echt helemaal verder in AFAS. Ontwikkelen we ons eigenlijk dagelijks. Ontwikkelen staat ook bij ons hoog in het vaandel. Dus we zijn altijd onze processen aan het verbeteren. En die processen moeten dus ook verbeterd worden in AFAS. We proberen echt het af te stemmen op onze primaire processen. En in de toekomst gaan we aan de slag met AFAS om echt alles te verbeteren. Daar is bij ons echt nog winst te behalen om goede rapportages en analyses te bouwen. We hebben ook een verbetering gemaakt, een grote implementatie. Wij maken veel gebruik van de projecten. Onze eigen adviseurs schrijven veel uren op projecten, maar wij huren ook freelancers in voor bepaalde projecten en zij moeten hun uren daar ook op schrijven. En eigenlijk hebben we een 1-2'tje gemaakt dat zij dus hun uren in hun eigen portaal kunnen schrijven en wij direct de uren kunnen doorbelasten naar de klant. Maar door een zelfbillingfactuur kunnen wij ook de freelancer direct uitbetalen. Dus dat is wel echt een winst die we hebben gemaakt.